tijdelijke bijzondere flotenuitbreiding bij Rederij Doekse. Hotel Het Wapen compleet vernieuwd en een nieuwe kledingwinkel op Westerschelling. Hartelijk welkom. Het is al een aantal keren opgenoemd en het is u vast niet ontgaan. Per 1 juni versoepelt het kabinet een groot aantal coronamaatregelen. Deze versoepeling heeft ook invloed op de Terschelling TV-programmering. Zo kon u deze week al kijken naar de allerlaatste aflevering in samenwerking met Bernard Benboom en bevat deze uitzending De Laatste Buurman Belt Aan. De kerkdiensten die blijven voorlopig nog wel te volgen via Terschelling TV. Straks in dit Terschelling TV-journaal de bijzondere vlootuitbreiding van Rederij Doekse. Maar nu eerst nieuws in het kort. Op de haven wordt druk gewerkt aan het nieuwe normaal in de anderhalve meter samenleving. Zo worden de taxistandplaatsen tijdelijk dichter bij de aankomst van de boot geplaatst. Daardoor hebben mensen meer ruimte om richting het dorp en richting de bussen te lopen. De gemeente Terschelling komt met looproutes die te volgen zijn via lijnen op de grond. Vanaf 1 juni is de Rederij Doekse terminal op Terschelling alleen nog maar toegankelijk voor mensen die binnen 45 minuten met de boot vertrekken. Dit in verband met de hygiënemaatregelen. Voor overige baliehandelingen, zoals het verlengen van uw bootpas, kunt u dagelijks terecht van 17:15 tot 18:45. Omdat de vraag naar meer capaciteit op de veerboten bleef toenemen, heeft Rederij Doekse gezocht naar passende oplossingen. Deze week werd bekend dat Rederij Doekse 3 extra boten kan inzetten in de komende periode. De Oude Friesland, de Holland en de Regina Andrea. Gisteren werden deze boten voor het eerst ingezet en dat was een bezoekje waard. We staan hier in de Doekse terminal in Harlingen met Annemieke van Brummelen voor een hele mooie foto van eigenlijk de Oude Friesland. En die is eigenlijk per vandaag ook weer in dienst getreden, hè? Klopt, klopt. Ja, we hebben die tijdelijk ingehuurd om extra mensen te kunnen vervoeren. Ja. Ja, en hoeveel man kan er op zo'n boot dan? We kunnen nu, omdat die natuurlijk ook volgens coronamaatregelen moet varen, kunnen er 150 mensen op. En jullie hebben niet alleen de Oude Friesland? Nee, klopt. Ook de Holland hebben we tijdelijk weer bij ons en de Regina Andrea. Ja, oké. Okay. En de Holland, hoeveel mensen kunnen daarop? 60 personen, ja. En zijn die dan net als de huidige vloot ook helemaal ingedeeld met plastic schermen al? Of komt dat nog? Of is nee, er is inderdaad zijn looproutes, er is folie, er is gezorgd voor voldoende afstand. Dus dat is allemaal ook geregeld, ja. Allemaal precies hetzelfde als de huidige vloot? Ja, natuurlijk. Hè, de schepen zijn heel anders, dus je moet dat op een andere manier even inrichten. Maar ze zijn allemaal volgens de coronamaatregelen ingericht, ja. Jeetje. En waar vertrekken ze? Want is dat ook gewoon hier bij de terminal? Ja, de Friesland vertrekt hier in de terminal. De Holland heeft een eigen plekje ook in Harlingen. En de Regina Andrea ook. Die heeft ook zijn eigen plaats en daar vertrekken ze ook vandaan. En als je daarvoor boekt, krijg je die informatie erbij? Klopt, ja. Oké. Okay. Ik vind het heel bijzonder. Hoe kwamen jullie op dit idee? Ja, we hebben natuurlijk gezocht naar uitbreiding van capaciteit. Hè. We kunnen 40% van de normale capaciteit mogen we vervoeren met de maatregelen. Dus ja, we hebben gezocht naar andere schepen die ons konden ondersteunen. En deze schepen mogen nu niet varen, omdat zij normaal groepsvervoer doen. Dus dat was eigenlijk een soort win-win situatie. En we hebben gezegd van, we willen jullie graag inhuren. Ja. Ja, want de vraag van heel veel eilanders en ook toeristen was natuurlijk, kan er meer capaciteit bij? Hebben jullie dan ook personeel op die boten? Hoe zit dat? Want dat hebben we ook een probleem. Ja, klopt. Nee, dat is gelukkig allemaal met eigen bemanning. Dus alle drie de schepen varen met hun eigen bemanning. Waar ze normaal gesproken ook groep vervoer mee doen. Ja, klopt. Nou moet je straks per 1 juni natuurlijk ook een mondkapje aan boord. Hoe gaat dat in zijn werk? Moet je die dan 2 uur ophouden of met die Oude Friesland zelfs 2 uur en een kwartier? Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, eigenlijk al vanaf het moment dat je de terminals instapt tot het moment dat je zeg maar, het haventerrein weer verlaat. Aan de overkant moet je het mondkapje dragen. We hebben wel gezegd, je mag zittend op je plaats het mondkapje even afdoen als je wat wil eten of drinken aan boord. Maar okay. Het is daarnaast verder wel de bedoeling om hem altijd op te hebben. Want de horeca aan boord is nu gesloten. Gaat die per 1 juni dan ook weer open? Nee, we hebben daar nog geen bericht van gehad. We hebben een voorstel ingediend bij de veiligheidsregio om op een andere manier weer open te mogen. Maar ja, we wachten nog op een beslissing en we verwachten dat pas half juni. Oké, okay, want dat zorgt nu voor te veel beweging aan boord dan? Klopt, ja, klopt. En we hebben een plan ingediend om dat eventueel te gaan bedienen. Kijken hoe we dat zouden kunnen doen. Maar goed, het is even afwachten of men daar akkoord mee gaat. Ja, want jullie zijn heel erg gebonden aan de veiligheidsregio op dat vlak. Zeker, ja. We moeten ons houden aan de regels, ja. Ja, en wat zijn de overige hygiënemaatregelen voordat je aan boord gaat in de terminal? Ik zag in de Terschelling er ook een stukje staan met andere openingstijden op Terschelling.
Klopt. Kijk, we proberen de drukte te verspreiden. Hè. We proberen te zorgen. We hebben een maximum aantal personen wat we per terminal mogen binnenlaten. Dus we proberen zoveel mogelijk dat te verspreiden. En in ieder geval te zorgen dat iedereen 1,5 meter afstand kan houden in de terminals. Zoals we dat aan boord ook doen. Ja. En dan aan boord gaan we ook op een bepaalde manier er weer af. Klopt. Je gaat gefaseerd in groepjes aan boord en gefaseerd van boord. Zodat je niet een heel erge drukte en ophoping krijgt bij de uitgang. En we daar ook altijd 1,5 meter kunnen garanderen. Ja. Nou hebben we natuurlijk ook de nieuwe schepen nog. Hoe staat het daarmee? Ja, de Willem Barents heeft deze week voor het eerst proef gevaren. En eigenlijk is dat heel goed gegaan. We hebben veel tests uit kunnen voeren. Dus nu is het zaak dat we gewoon alle tests afronden. Dat die ook gekeurd gaat worden door Lloyds, het klassebureau. Dat we daar toestemming krijgen. En dan is het een kwestie van invaren en inleren door onze bemanning. Ja, en hoe lang gaat het ongeveer duren? Ja, daar moeten we gewoon wel de tijd voor nemen in een paar weken. Dus we hebben nu gezegd, als het allemaal nog steeds volgens plan verloopt, dat we begin juli de Willem Barents in de vaart kunnen nemen. En past die dan gewoon op de huidige aanleg richting de inrichting die we hier al hebben? Zeker, ja. Daar zijn de schepen op aangepast. Oké, dus dat is wel makkelijk. Ja, daar is met de bouw rekening mee gehouden. Ja. Top. Mag ik je bedanken? Altijd. Top. Graag gedaan. U bevindt zich op de oude Friesland. Hoe is dat voor u? Ik vind het echt prachtig. Ja? Ik had niet verwacht dat het zo'n leuke extra aan onze reis zou zijn. Nee, had u niet specifiek voor deze boot geboekt? Nee. Jawel, dat was de enige boot die nog open was. En toen kwamen we vanochtend aan en toen vertelde hij, het is een hele mooie oude boot. En ik ben echt heel erg blij verrast. Michel, hoe is dit zo, die boot hier zo aan te zien komen? Ja, fantastisch. Ja? Fantastisch. Ja, eindelijk is even weer wat positiefs. En zo straks ook al de Holland. Ik ben er echt heel blij mee, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, nu kunnen we meer mensen overzetten. Maar het is ook gewoon een evenement. Ik bedoel, je ziet hoeveel mensen hier gewoon komen kijken hoe de boot aankomt. Ja, toch een stiekem evenement tussen de alle evenementen die niet door mogen gaan. Ja, een soort mini-sale. En dat dagelijks. Dus wat wil je nog meer? Ja, het halve eiland staat hier. Maar het is ook wel een echt nostalgisch beeld zo, hè? Het is een fantastisch beeld. Ik zou zeggen, koop die boot terug en zet hem in de zomer gewoon altijd in. Ja, denk je dat het iedere zomer een doel kan hebben? Ook als we zonder coronamaatregelen leven? Ik denk het wel, want ik denk zelfs dat mensen er meer voor willen betalen. Want het is een nostalgische overtocht. Het is ook maar net hoe je het natuurlijk... Hoe je het wegzet. Ja. En ik heb een goede hoop dat we ook nog de Bruine Vloot erbij hebben. Nou, dan hebben we allemaal een sail to Schelling deze zomer. Bijna dagelijks. Een complete intocht van boten hier de haven in. Nou ja, we moeten met z'n allen creatief zijn en goede oplossingen zoeken. En je merkt, iedereen wil graag weer komen. En hoe mooi is het als je dan ook nog met zo'n boot kunt komen. Ja. En zeker voor de mensen op het eiland die vroeger met de boot geweest zijn. Ik hoorde net al van, je wil niet weten wat we allemaal vroeger op die boot hebben spookt. Dus het is gewoon super leuk. Ja, nou, dankjewel.
Het wapen in Midsland is de afgelopen periode flink aangepakt. De nieuwe eigenaren hebben absoluut niet stilgezeten. Op een paar kleine dingetjes na is de binnenkant van het wapen niet meer terug te herkennen. Hessel sprak met Larissa en Anneke. Hallo, we zitten bij Anneke en Larissa in het Wapen van de Schelling. En het Wapen van de Schelling heeft een tikje andere look gekregen. Een tikje, met nadruk op tikje. En de hele tent is verbouwd, het is helemaal gesloopt. En we zitten hier nu in een totaal onherkenbare Wapen van de Schelling. Ja. Anneke, wanneer is het verhaal begonnen? Nou, het verhaal is al een tijdje geleden begonnen, maar wij hebben eigenlijk wel, wanneer was dat, vorig jaar ergens, hè? Toen dachten we van nou, we willen ooit wel eens een keer wat anders, maar ja, het kwam er maar niet van, hè? Want ja, ik bedoel, je moet wel wat geld hebben natuurlijk om zoiets te kunnen doen. Maar toen was Melanie, onze jongste dochter, die wilde dan de warparel wel kopen. Dus toen dachten wij van... Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar ja. De warmparel was van jullie ook? Ja, de warmparel was ook van ons. En Melanie die zei van, nou, wij willen dat wel kopen. Ze zei, nou, dan moet ik toch ook wat anders weer gaan beginnen natuurlijk voor mijn andere dochter. Hè, Laris? En Larissa nou net verkering hebben met Bas van Es. Ja. De eigenaar van Mooi Weer. Ja. Dus toen was het een ABC'tje, of niet, Larissa? Ja, dat is mooi. Dat is leuk. Ja, want jullie hebben eventbureau. Hij heeft een eventbureau. Nou ja, jij hoort daar nu bij, hè? Ja, dus ja, eigenlijk kunt, wel. Ja. Je kunt het wel ontkennen, maar dat gaat je niet helpen, hè? Nee. Ja, dit heeft hij. Dus, ja, dus jullie dachten van een restaurant en een café erbij, dan is dat een mooie combinatie met Mooi Weer. Ja, eerst met de ouders. Ja. En dan kijken hoe het gaat lopen en dan misschien ooit op een dag samen, ja. Ja, oké. Wat zijn jullie plannen? Want jullie hebben ook nog een hotel, hè? Ja. 25 kamers. 25? Ja. Ja. Ja, heel veel mensen die denken echt van nou, er zit niks achter, maar het zit er boven en achter. Ja, huge. Ja, het is heel maar groot. Wat gaan jullie doen? Gaan jullie je focussen op eten in een hotel of wat is de planning? De planning, ja. Hotel en restaurant. Dat hoort bij elkaar, dus dat is gewoon waar we ons op richten. Maar de jeugd komt natuurlijk niet? Jeugd komt dit jaar denk ik vrij weinig, maar jeugd. Er was ook wel een aflopende zaak? Ja, wel wat meer. Ja. Niet zo druk als 5 jaar geleden. Maar dat is ook niet echt ons doelgroep, de jeugd. Niet wel voor, maar niet in de hotel. Daar ligt de focus niet meer voor jullie? Nee. Nou, niet jeugd onder de 18 meer, dat is jeugd volgens mij ook echt meer. Ja. Maar wij willen wel tot 1 uur 's nachts open, dat je lekker kan relaxen voor op het terras met mooi weer. Ja, precies. En dan is iedereen natuurlijk welkom. Wel borrelen. Vooral borrelen. Ja. Vooral borrelen. En gezellig. Ja. De kaart. Wat die middenklas. Een gemiddelde prijsklasse heeft hij. Een gemiddelde kaart. Ja. Gewoon geen. Tussen de, als ik het over hoofdgerecht heb, tussen de 11 tot 20 euro. In dat zeggen ze gewoon goedkoop. Dus. Ja. Dus jullie zitten zeg maar echt op de bulklijn. Ja, en dat niet veel. Ja, een beetje eetcafé-restaurant. We hebben er al geen plates. Maar, ja, maar het is wel echt restaurant. Ja, geen eetcafé-idee. Nee. En dan het hele jaar door? Het hele jaar door. Ja. Ook 's winters? Ja, ook 's winters. Dus jullie zijn van de Thai? Ja. We zijn Thai. We blijven open. Ja. Nee, maar is goed. Ja. Is goed. Ja. Goed, en jullie hadden natuurlijk wel een hele vervelende start, hè? Ja, dat was niet zo leuk. Maar goed, we moesten toch hier en daar nog wel wat doen. Wat was jullie oorspronkelijke planning eigenlijk? Want jullie zijn, wanneer zijn jullie begonnen met 6 januari is Eilandbouw hier gekomen. Ja. En we wouden eerst 13 maart klaar zijn, dat hadden we net niet gered. Dus toen was 20 maart wouden we open. Dat was ons openingsfeest, zou dan geweest zijn. Maar 14 maart kwam het nieuws dat we niet open konden. Ja. Dus, ja. Bizar, hè? Ja.
Jammer, ja. En nu is de, wanneer zijn jullie begonnen met de eerste gasten in de kamers? Wel wat werklui nog gehad. Maar ik denk nu anderhalve week geleden is wel echt een beetje het hotel. Zijn jullie echt opgestart met het hotel? Ja. Okay. En dat gaat... Dat gaat heel goed. Ja? Ja, dat is echt niet best. Oké. Ja. We zijn heel benieuwd wat iedereen ervan gaat vinden natuurlijk. De kamers zijn allemaal vernieuwd, echt prachtig. Wie heeft het ontworpen? C'est moi? Sorry, ja. Ik had niet gedacht dat het zo mooi zou worden, maar het is wel, dit was wel het idee. Ja? Dus ik ben wel heel trots op mezelf eigenlijk. Nou, dat mag toch ook. Het is een prachtige tent. Ja. Mooie kleuren. Alles is op elkaar afgestemd. Goed warm, lekker warm. Mama is van bloemen en kleur. Vooral kleur en gezelligheid. Vooral. Ja. En een beetje de wereld erbij elkaar houden. Hè? Dat vind ik altijd wel mooi. Dus, superleuk. Ja. Mag ik jullie veel succes wensen? Dankjewel. En dat het maar smoedruk mag worden. Dat hoop ik wel. Ja, je weet het maar nooit. Nee. Succes. Dankjewel. Op Westerschelling is tegenover de HEMA een nieuwe winkel geopend. Code West. Anna en Meike Bierman vertellen trots hoe dit tot stand gekomen is. Goedemiddag. We staan in een prachtige nieuwe winkel. Code West. Waar komt de naam vandaan? Ja, die hadden we eigenlijk al heel erg lang en nu konden we hem eindelijk gebruiken. Voor de nieuwe winkel? Voor de nieuwe winkel, ja. En hoe lang zijn jullie bezig geweest met de verbouwing? Een paar maanden, ik denk 3 maanden of zo, dat alles wel af was. En wat is er allemaal verbouwd? We begonnen met het plafond zwart. Ja? Daar is Pieter heel erg lang mee bezig geweest. De kassa is naar de andere kant. Pashokjes zijn verplaatst. Ja, de banden zijn helemaal opnieuw gedaan. Hele andere uitstraling dan ik. Ja, ik zie het. Mooi. Zijn jullie trots op? Ja. Zeker weten. Heel blij dat het nu ook af is en dat we open kunnen. En, ja. Ook hele leuke reacties tot nu toe allemaal. Dus, ja. Dus de eerste dag, toch? Ja, eerste dag. Ja. En de collectie, vertel daar eens wat over. Want jullie hebben heel veel verschillende dingen, zie ik. Ja, we hebben dames- en herenkleding, veel accessoires, wat woonspulletjes. Veel mooie sieraden. En dan hebben we natuurlijk de bar achterin, waar je terecht kan voor een kopje koffie, cappuccino of iets anders en wat lekkers. Dus en de collectie verandert eigenlijk om de 2 weken, 1-2 weken. Dus elke week wat anders. Ja. Blijft leuk, blijft nieuw. Dus, dit is de collectie nu. Ja. En om de week krijgen wij nieuwe dingen binnen. En op is op. En elke week iets nieuws. Dan zoeken jullie dat al met z'n tweeën uit? Ja, eigenlijk wel. Soms krijgen we een beetje hulp, maar het grootste gedeelte doen wij. Wat leuk. En jullie gaan het ook echt met z'n tweeën eigenlijk doen, hè? Heb ik gehoord. Klopt, ja. Ik moet nog 1 jaartje naar school. Dan ben ik klaar en dan... Ja, ietsje langer nog. Ja. Maar dat kan er wel naast. School is bijzaak. En dan gaan we volop hier aan de gang. Leuk. We gaan even een rondje doen, denk ik. Ja, leuk. Leuk. Dit is onze herenrek met accessoires. Zo'n leuke tasjes. Petten, zonnebrillen, leuke moppen, kussentjes, rokjes. En natuurlijk de sieraden allemaal. Ja. Oh, dat is ook veel. Veel sieraden. Ja, veel keus. Ja. Wat hebben we hier? Veel accessoires, woonaccessoires, leuke tasjes, zonnebrillen, leuke strandtas, luchtige dingetjes voor het warme weer. Vooral heel leuk jurkje deze, ik heb hem zelf ook. En dit is vooral een zomercollectie nu, denk ik? Ja, eigenlijk de hele winkel is nu is wel zomercollectie, ja. Heb je ook iets leuks voor mij? Zeker hebben we dat. Ik denk dat dit toffe spijkerpak jou wel heel goed gaat staan. Ja? Nou, ik ga hem even passen. Leuk. Ben benieuwd. Ja, gaaf. Ja? Staat heel mooi. Ja, goeie maat. Volgens mij ook. Vind je zelf van? Ja, leuk. Ik doe hem denk ik. Kijk eens, heel veel plezier ervan, hè. Dankjewel. En jullie heel veel succes met de winkel. Dankjewel. Doei. Doei. Per 2 juni mogen ook de middelbare scholen weer open.
Maar hoe doe je dat in deze bijzondere tijden? Ik vroeg Jannie Dokter naar de plannen. Nou, we zitten hier op VMBO HQ Goyouw, want aanstaande dinsdag gaan ze weer open. Toch? Ja, jullie gaan weer open. Jannie Dokter. Ja, we gaan weer open. Ja. Nou, daar ben ik echt super blij mee. Ja, ik vind het echt heel erg leuk om iedereen weer te zien. Zowel natuurlijk de leerlingen als ook de docenten, want we zien elkaar wel af en toe, maar heel weinig. Dus het is voor ons allemaal ook wel heel fijn om op deze manier het schooljaar toch te beëindigen. Ja, en het vraagt natuurlijk toch wel wat organisatie hier en daar. Want we krijgen nogal wat protocol om onze oren. Daar hebben jullie natuurlijk op het VPO ook mee te maken. En wij hier ook. En daar proberen we toch wat strikt mee om te gaan. En ik merk wel dat sommige mensen best wel denken van, nou ja, het valt allemaal wel mee. En hier op de Schelling komt het allemaal niet. Maar die verantwoordelijkheid kan ik natuurlijk als directeur van het onderwijs niet nemen. Dus we zitten er redelijk strak in. En ze nu dan denken ook, oh, ik kan het allemaal niet wat soepeler. Maar ik doe het niet. Nee. Heel bewust niet. Ook omdat ik niet wil dat vanuit onze school mogelijkwijs of leerlingen of docenten besmet zouden raken. Dat risico nemen we niet. Dus nou, we hebben ouders en leerlingen, denk ik, redelijk geïnformeerd over hoe het volgende week gaat. Ik denk ook dat het supergoed gaat. En nogmaals, ik ben blij dat we elkaar weer gaan zien. En ook dat we toch weer een beetje met elkaar het gevoel krijgen, zijn we de afgelopen maanden ook goed bezig geweest. Want we hebben natuurlijk 12 weken geen onderwijs op school gehad. Nou, de examenklas heeft het natuurlijk fantastisch gedaan. Die zijn allemaal geslaagd, dus daar ben ik ook super blij mee. En nu de andere klassen. En we hebben natuurlijk elke dag contact met iedereen. Er komen ook elke dag leerlingen op school die thuis leren gewoon lastiger vonden. Dus ik verwacht eigenlijk dat iedereen zo weer inschuift, maar dat weten we niet. Dus in die zin ben ik ook echt blij dat we elkaar voor de zomervakantie zien, zodat we even kunnen horen, ook letterlijk, van waar staat iedereen. De leerlingen op het VO die horen wel 1,5 meter afstand onderling ook te houden. Dat is bij ons aan de overkant is dat niet zo. Nee. Dat is hier dus wel zo. Ja, dus de leerlingen van groep 8, dat is ook wel grappig, van de week waren jullie hier, hè, Friet? En de leerlingen van groep 8, die knuffelen elkaar bij wijze van spreken op de gangen, die vliegen elkaar om de hals. Dat mag je dus niet. Dus ook in de berichtgeving aan die leerlingen straks voor klas 1, die moeten echt even leren in 6 weken tijd dat ze die 1,5 meter afstand gaan houden. Ja. Nou kan dat wel, want we proberen alles aan de hand van looproutes en de tafels en stoelen op 1,5 meter afstand en noem het allemaal op. Ondersteun je dat element wel, maar het is natuurlijk toch wel heel anders. Ja. Ja. Bijzonder dus ook, dat er zo'n verschil tussen zit. Ja. Ja. Ja, ik kan het ook niet veranderen. Dat is dus de wet en regelgeving waar in je ze nu dan denkt, het is wel heel strak en strikt. Maar goed, laten we ons daar maar even aan houden. Dat geeft ook wel houvast. Want ik geloof nooit dat de hele school in 1 keer dan hier naar binnen komt. Want dat mag niet van de Rijksoverheid. Nee, dat doen we ook niet. We gaan per klas starten. Dus volgende week dinsdag starten we met klas 1. Dus het zijn ongeveer 38 leerlingen geloof ik. Die komen dan over 4 leslokalen te zitten. Okay. Dus per klas ongeveer 10 leerlingen. Die hebben dan ook een eigen ingang. En daar staat dan een desinfectiecel. Nou, je kent dat hele gedoe natuurlijk wel van handen wassen enzovoort. Ja. En dan moeten ze ook die hele dag daar in dat leslokaal blijven. Dus ook tijdens de pauze mogen ze pauze nemen buiten. En blijven bij dat leslokaal. Er zijn dan ook surveillanten bij. Ze mogen ook het schoolplein niet af. En dat is dan klas 1 die dan dinsdag start. En dan klas 2 die start woensdag. Klas 3 die krijgt de komende 2 weken 2 dagen. 2 lesdagen. Okay, ja, dus op donderdag, vrijdag. Die moeten zoveel mogelijk weer bijgespreid worden richting het eindexamen volgend jaar. Oh. Ja, ook. En ze hebben nog een toetsweek. Dat staat in het PTA. Dus die kan ik er ook niet afhalen. Nee. En we zijn wel veel milder naar de SO's voor de klasse 1 en 2. Maar klas 3 die moet echt opgaan voor het schooljaar 4. Dus die moeten echt wel even aan de bak, om het zo maar te zeggen. Dus die moeten in de komende 2 weken krijgen ze dus 2 lesdagen. En daarnaast de andere dagen ook nog steeds onderwijs op afstand. Hè? Dus het blijft een hybride vorm van onderwijs. En dat geldt ook voor 1 en 2. Maar dan gaan zij dus in de week van 15 juni gaan zij hun toetsen doen. En dan gaan zij 1 dag in de week naar school. En dan krijgen klas 1 en klas 2 de kans om ook 2 dagen naar school te gaan. Nou ja, zo hopen we dan aan de hand van die lesdagen gecombineerd met onderwijs op afstand, dat we redelijk weer op orde zijn voordat we het nieuwe schooljaar ingaan. En dan hoop je het nieuwe schooljaar weer volledig te draaien? Dat de versoepeling vanuit de overheid zo komt? Ik verwacht die versoepeling wel. Je ziet hem nu ook heel snel gaan bij het PO. Ja. Dus ongeacht het aantal coronabesmettingen die toch de afgelopen week ook binnen het PO zijn geweest en landelijk. Gaan ze toch over naar de nu al open per 8 juni.
Dus dat is eigenlijk maar drie weken ertussen. Dus ik verwacht in de komende weken wel dat het kabinet zal besluiten, hè, als bij eenzelfde stabiele situatie als nu. Dat ze zullen zeggen, nou, het VO kan ook na de zomervakantie helemaal open. Maar daar hou ik wel een slag om de arm. En zo bericht ik dat ook naar ouders, leerlingen. Want wat mij betreft kan er een enig na-el-effect zijn van het coronavirus, wat overal in Nederland is geweest en hier niet op de Schelling. Maar doordat we toch te maken hebben met veel gasten, gelukkig maar. Ik ben ook super blij dat het kan. En ik ben voor de ondernemers ook super blij dat het kan. Maar het kan ook betekenen dat we toch nog iets te maken met een staartje te maken krijgen. Ja. Dus ik wil gewoon voor mezelf, maar ook voor de docenten, ook voor de leerlingen, ook voor de ouders, die slag om de arm houden dat we de eerste week na de zomervakantie gewoon op hetzelfde rooster draaien als nu. En dan misschien de tweede week na de zomervakantie weer volledig. Okay. Nou, we gaan het in de gaten houden. We gaan het in de gaten houden en volgen. Dankjewel. Ja. Jij ook bedankt. Op Terschelling hebben we tal van verschillende creatieve eilanders. Zo ook Roelof de Jong. Hessel zocht hem op. Goed, nou, we zitten hier op Kienum bij Roelof de Jong. En Roelof de Jong is een van mijn maatjes van vroeger. Op school. We hebben samen gewerkt aan de dijk. We hebben de waterleiding hier naartoe gegraven met z'n tweeën. We hebben alles al gedaan. We hebben heel veel beleefd. En nu jarenlang offshore jongen geweest. Grote jongen in de olie. En nou teruggekeerd naar zijn moederland en zijn vaderland. En nu bezig met Terschellinger Hout. Roelof, hoe is dat begonnen? Want dit is natuurlijk nog maar een bedrijfstak die nog niet zo oud is. Nee, dat klopt helemaal, hè, zo wat je zegt. En inderdaad, we hebben in het verleden aardig wat met elkaar gescharreld en zo. Ja. En altijd lekker dwars overal in. Dus dat bevalt me ook wel. Dat ben ik nog steeds. En jij ook, dat is goed. Ja. Nou, en het was, ik heb altijd gezegd, als ik 60 jaar dat ik het mag halen, dan stop ik met die olie-business en dan ga ik wat anders doen. Heel wat anders. Nou, dat heb ik ook gedaan. Ik werd 60 en ik zei, nou, ik hou ermee op. Ja. En ik heb zo'n Woodmeiser gekocht. En is dat mijn idee? Was dat ik heb, toen was Ton van der Koot, een hoorn had, ja, vroeger ja. Zo'n Woodmeiser. Ja. Ik zei, nou, dat vind ik een pracht. Zo'n ding wil ik ook. Nou, afijn, jaren later, ik zo'n ding gekocht. En ik denk, nou, een beetje voor de hobby. Hè? Anders ga ik niet achter de geranium zitten. En eerst naar de stad Bosbeek gegaan. Van, nou, ik wil wat met de Schellinger Hout. Het is een super product. Er wordt veel te weinig mee gedaan. We stoppen het in de kachel, maar dat is doodzonde. Dus ja. Ik wil er wat anders mee. Hebben jullie genoeg hout voor mij? Nou, hoeveel wil je hebben? Nou, dus dat was al een goede start. Dus, hup, zootje bomen, 100 kilo. Heb je wel een bepaalde leveringsgarantie van Stout Bosbeheer dan? Ja, ik zeg, ik moet minimaal 100 tot 200 kuub per jaar hebben. Nou, dan kunnen we ruimschoots aan voldoen. Want per jaar moeten ze een beetje 1000 kuub willen ze eruit hebben. Okay. Maar dat halen ze lang niet. Vandaar dat dit voorjaar zo'n harvester erin gekomen is. Die heeft die inhaalslag gemaakt. Dus één keer in de 5 jaar moeten ze zo'n harvester inhuren om die inhaalslag te maken. Ja. Nou, daar hebben we weer 140 kuub van gekocht. En nou, ik maak er tafels van, meubels, badkamermeubels, noem het allemaal maar op. Maar dat kan niet zomaar doen. Je moet het ook ten eerst zagen natuurlijk. Ja. Een beetje uitvinden hoe het allemaal werkt. Dan moet het hout gedroogd worden, want normaal gesproken buiten, als je hout neerlegt, dat gaat met tot 18%. Droger krijg je het niet. Nee. Nou, in huis is het tussen de 10 en de 12%. Dus het gaat niet werken. Nee. Dus ik heb een droogkamer aangeschaft. Want het moet na 8-9%? 8-9%, ja. Dus ik droog het terug naar 8%, 9%. Ligt er een beetje aan. En dan verwerken we het voor binnenmeubelen. Kijk, voor buiten maakt niet uit. Dan hoeft niet te droog, kun je het zagen. Ik heb ook doekles liggen, dat importeer ik van de wal. En dat kan ik gelijk doorschieten voor gebinten en zo. Je ziet ook van die kaarpoort, van die dikke balken en zo. Nou, dat zagen we ook. Ja. Vloeren, noem het allemaal maar op. Dat was ook wel een leuk verhaal, want de eerste partij vloerhout, toen had ik nog geen droogkamer, die bracht naar de wal naar een drogerij. En het eerste wat die man zei, hij zegt, waar komt dit weg? Hij zegt, maar dit is heel fijn nervig, omdat het heel langzaam gegroeid is, hè? Bok hard. Dus dit is super kwaliteit. Ja, dat komt door Terschellinger klimaat. Het is gewoon weer barstig, waardoor het hout minder snel groeit. Ja, minder goed. Het is 100 jaar, 80, 100 jaar oud zijn die bomen. Dus die groeiringen die zijn heel dicht bij elkaar. Dit is een super product. Dus de veer de groeven laten schaven en een vloertje van gelegd. En dat is een hartstikke mooi spul. Ja. Ja, mensen geloven er nog steeds niet in, het Terschellinger hout. Nee. Dan had ik voor het voorjaar kwamen de gezusters Roos. Van Jaap Roos van West End. Ja, ja.
daar hebben we een soortje bomen uit de tuin gezaagd. En die dames die wilden daar spullen van hebben. Daar hebben we prachtige tafels van gemaakt. Vensterbanken voor Edith en Frederica. En vloer gaan we ervan maken, van hun eigen hout. Nou, hoe leuk is dat? Ja. Oh, dat kwam bij Jan uit de tuin, bij Jaap uit de tuin. Ja, bij Jaap. Eigen bomen. Nou, hoe leuk is dat? Wat voor soorten hebben we allemaal op de Schelling? Hoeveel smaken heeft de Schellinger assortiment? Nou, niet zoveel. Het is hoofdzakelijk is dat dennenhout, grenen. Dat is goed grenen. En nu dit jaar hebben we ontdekt dat ze ook Sitka-spar hebben. Sitka-spar, dat is een hele lichte houtsoort. En daar maken ze in principe alleen maar lucifers van, klompen. En klankborden voor piano's. Okay. Dus dat is heel apart. Maar daar hebben we nu ook een hele partij van voor kunnen kopen, Stad Bosbeheer. Dus we moeten een beetje denken wat we daar verder mee gaan doen. Dat zijn de bomen die in het, met name in het donkere bos bij paal 3 staan. Ja, bij Onbewest. Ja, deze partij die we nu hebben, die komt allemaal uit het donkere bos van West. En dat is super kwaliteit. Heel weinig noesten zitten erin. Gaan ze dat helemaal opruimen? Dat hele bos? Ja. Nee, ze gaan het vervangen. Ook de loofhout. Hè. Ze willen loven. Maar de Sitka-spar gaat daar verdwijnen? Dat gaat daar allemaal weg, ja. Want die hebben hele wortels, die zitten niet te diep. En die waaien heel gauw om met storm. En dan brengen ze ook schade toe aan de rest van het bos natuurlijk. Dus daarom willen ze eruit hebben. Maar hoe hebben die dingen dan zo lang kunnen groeien? Want het zijn behoorlijke bomen. Het zijn geen prikjes of zo. Nee, ik weet ook niet hoe oud deze. Ik denk een jaar 50. Ja. Dan moet ik even navragen. Misschien dat Jaap Roers dat weet. Toen haalden wij daar altijd paddenstoelen voor de klas. Dus het moet veel ouder zijn. Ik denk van in de jaren 30 of zo. Nou, dat zou kunnen. Dat weet ik niet. Nou, dus dan praat je ook al over 90 jaar. Ja, daarom. Ja. Nee, maar dat ze het al zo lang uitgehouden hebben. Ja. Ja, we hebben opper gehad van andere bomen. Ja. Maar dat is wel. En toen waren ze natuurlijk nog niet zo dik. Hoe dikker en hoger dat ze worden, hoe meer. Ja, naarmate ze groter worden. Hoe stabieler dat ze worden, ja, natuurlijk. Ja. Hè. Dus daar zijn we lekker mee bezig. En een leuk dingetje wat wij ook doen, is als je dus een tafel bij ons koopt, dan stoppen we een computerchip in. En wat houdt dat in? Dan ga je met je smartphone, iedereen heeft een smartphone natuurlijk. En dan scan je die chip met een NFC-app. Okay. Die scan je in. Ja. En dan komt het tevoorschijn de locatie waar dat hout heeft gestaan, die boom heeft gestaan, waar die tafel van gemaakt is. Okay. Dan komt er een verhaaltje eraan over de Terschellinger plantmethode. Hè, hoe de bomen hier geplant zijn en waarom en bla bla bla. Dan komt er het werkproces, hè, hoe we die tafel maken. Waar het afval naartoe gaat, dat afval wat daar ligt, dat gaat dan naar Albert Vis, zijn houtjes. Ja. Het grove schaafsel, dat gaat naar mijn zwager voor in de paardenstal. En het fijne wat hier ligt, dat gaat dan naar Neken, hier naar de gistkikker. Dus er gaat eigenlijk niks verloren. Nee. Het is een helemaal gerecycled proces. Er is geen afval? Nee, niks. Nul. Helemaal niks. Ik ben nog bezig, maar dat heb ik nog niet goed onder de knie, om er ook pellets van te persen. Ja. Ik heb een pelletpers gekocht achter de trekker. Maar dat komt nog heel nauw met de vochtigheid van het zaagsel. Ja, dat weet ik. Heb ik ook onderzocht. Ja, dus ik heb zo'n pers staan. Het is jammer. Ik ben bij die man geweest met mijn eigen zaagsel. Ging flitsen. En hier wil het niet. Ik krijg het niet voor elkaar. Maar ik geef niet op. En dan heb je totaal nul afval. Ja. Gewoon totaal gerecycled van de Schellinger product. Heb je zo'n pers op de trekker, op de afterkast of zo? Ja, op de afterkast van de trekker. Ja, dat gaat flitsend. Okay, super. Wat kunnen we nog verwachten? Wat zijn de plannen? Ideeën genoeg. Vol. Als ik iets zie, bijvoorbeeld die masten, dan liep ik toevallig tegen. Het zijn masten van Clippers hebben we gekocht. Ja. En die hebben we een partij gezaagd in Stavoren, want we gaan ook overzees. In Stavoren zijn we met de machine geweest. Heb ik allemaal in planken gezaagd. En toen zei ik tegen Pieter, mijn zoon, ik zei, hier moeten we wat mee. Hoor. Dit is weer een verhaal. Wat voor soort hout is dat? Dat is allemaal Larix of Douglas. Maar dat zijn ook masten van meer dan 100 jaar oud. Hè? Ja. Ik zei, hier moeten we ook wat mee. Dus daar in de toekomst willen we daar ook tafels van gaan maken. En ook weer chippen. En we zijn ook bezig met een CNC-machine om daar in het blad, zeg maar, een afbeelding van het schip in te laseren of frezen of wat ik maar. Ja. Dat soort dingen allemaal. Ja, kijk, de stalen onderstellen, dat maken we ook allemaal. We doen alles in eigen beheer. Staal ook, alles. Het lasje zelf. Ja. En het spuitwerk, dat wordt uitbesteed aan Haarsma. En dat gaat perfect. Maar ja, het is wel een beetje druk. Het is een beetje druk. Kortom, wil je in een bed slapen met het Terschelling gevoel,
dan moet je hier zijn voor het bed. Dan krijg je een super te Schellinger bed met een super te Schellinger gevoel. Ja, zo. En ik kan hem ook dat chippen. Dus, je kan het chippen. Wat je wil. Alles is mogelijk. U vraagt en wij draaien. En hoe gekker, hoe mooier. Waar kunnen ze hier vinden? Bij Duinen, 45C. Ja, maar websites en... Ja, dat is Island Woods of houtzagenoplocatie.nl. Houtzagenoplocatie.nl. Island Woods? Island Woods. Ja, Island Woods. Maar dan met een S erachter? Ja, okay, Amerikaanse lees natuurlijk. Het is Dit is hem. Oké, dat is hem. Nou, Island Woods. It started with a dream and a good mindset. Precies, ja, zo is het. Mag ik je succes wensen? Gaat helemaal lukken, hè. Bedankt. We zien elkaar. Okay. Dit was Roelof de Jong vanaf Kienum. 2 weken geleden zag je in onze uitzending de aankondiging van het Terschellinger mondkapje. Inmiddels zijn ze binnen en ze zijn te koop. We staan hier in Roels op West, want de Terschellinger mondkapjes zijn er. Hoe zien ze eruit? Rood, blauw, geel, groen, wit. Dit is echt de Terschellinger vlag. Geel, groen, wit. Het is de echte Terschellinger vlagkleuren. Geworden zoals jullie gehoopt hebben? Ja, is toch prachtig? Ja. Een echte eyecatcher. En hoe moet je me omdoen? Het begint bij je één oor. Over je neus. En dan mag je er niet aan zitten. Niet alleen meer, met een elastiekje. Ja. En zo kan die af. Ook met elastiekje en niet aankomen. En dan heb je hem niet aangeraakt. Fantastisch. Waar zijn ze te koop, Willem Hendrik? Ze zijn natuurlijk hier te koop bij Roos. Bij mijzelf in de winkel, bij EP en Lies. En we zijn een lijst met ondernemers die graag willen verkopen aan het uitbreiden. Ze worden verkocht bij de VVV al, via de webshop en gewoon in het kantoor. Haantjes Vakantiepark heeft ze liggen, Residans op Midsland. Er zijn er nog een aantal bedrijven die ik nu even niet allemaal kan. Kunnen mensen die ergens opzoeken waar die lijst staat met bedrijven? Er staat op eilandwinkel.nl komt een complete lijst met deelnemende winkels waar mensen ze kunnen vinden. En uiteraard kunnen ze daar ook nog steeds besteld worden. Voor ophalen op het eiland of verzending. Hebben jullie al wat verkocht? We hebben al wat verkocht. Ja. Ik weet niet precies hoeveel, maar er was al vraag naar voordat ze er eigenlijk waren. Er zijn er al een boel weggegaan ook. We hebben ze van de week dan binnengekregen en de volgende ochtend gelijk weggestuurd. Mensen die reageerden er ook gelukkig heel positief op. Dus ja. Ja, want we zouden vorige week een item maken dat ze er zijn, maar ze waren er pas deze week. Klopt inderdaad. Ja, ze waren al wel klaar, maar ze hebben heel lang op de zender moeten wachten tot die ze ophaalden. Nou, er wordt er een beetje heen en weer geschoven welke schuld het was. Ja. Anyway, ze waren wat later dan dat we hadden gehoopt, maar ze zijn van de week gelukkig toch nog aangekomen. En keurig op tijd voor 1 juni, voordat ze verplicht worden in het openbaar vervoer. Precies. Ja. En dus ook op de boot. Ja. Klopt. Nou, ga je dus ook nog verkopen in Harlingen voordat mensen de boot op moeten of alleen hier voordat mensen de boot op moeten? We zijn er mee bezig. We zijn bezig inderdaad met het verkooppunt in Harlingen. En zodat mensen ze daar inderdaad kunnen halen al. Wat ik zeg, er zijn al mensen die hebben ze op laten sturen naar huis. Dus die hebben ze dan al vast te pakken. En ja, ze kunnen altijd via Eilandwinkel nog bestellen. Voor thuis. Ja. Voor thuis, zodat ze inderdaad veilig, of tenminste met mondkapje de boot op kunnen. Nou, top. Met het Terschellinger mondkapje. Het Terschellinger mondkapje voor het goede doel. De Stiele op momenteel nog. Ja, hè? En de Jonge Jan. Stiele en de Jonge Jan. Ja, we zijn de afgelopen tijd nog wel bezig geweest met concrete invulling voor de goede doelen. De Stiele die heeft heel leuk de bewoners zelf een goed doel laten kiezen waarvoor dan gespaard wordt via het Terschellinger mondkapje. En uiteindelijk is er naar stemming daar uitgekomen dat ze voor tuinstoelen gaan met een hoge leuning en zachte kussens. Oh, heerlijk. Dan kunnen ze mooi, omdat ze natuurlijk niet zo ver mogen van de Stiele vandaan, gewoon lekker bij de Stiele voor de deur een hoge tuinstoel. In ieder geval wel lekker zitten. Ja. En bij de Jonge Jan wordt er gespaard voor een snoezelruimte. Daar hadden ze al langer op het lijstje staan, dus we hopen dat we daar een beetje aan kunnen bijdragen. En wel leuk om te melden is ook dat de Jonge Jan het leuk vond om ook zelf nog wat te gaan doen. Dus we hebben ze bereid gevonden om de zakjes te gaan labelen en om de doosjes die we dan, waar we de eilandenkapjes in hebben voor de winkeliers en de horecazaken hier op het eiland, die vouwen ze en die gaan ze vullen. Zodat ze leuke besteding hebben en op die manier wat bij kunnen dragen ook. Ja, fijn. Super. Nou, dus haal allemaal een mondkapje sowieso, want per 1 juni is het dus verplicht in het OV en ook zeker op de boot.
Afgelopen periode heeft u iedere 2 weken in ons journaal naar de rubriek Buurman belt aan kunnen kijken. En zoals ik aan het begin van de uitzending al zei, deze week voor het laatst. Buurman belt aan. Buurman belt aan. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is Buurman belt aan. Nou, jij bent bij Buurman niet. Nou, hi. Welkom. Ja, ja. Ik ga zo eens langs bij de mensen om te vragen hoe ze het hebben in tijden van corona. Nou ja, we genieten mooi natuurlijk. Ook van de stilte natuurlijk, maar... zelf ben ik natuurlijk wel heel erg druk aan het werk geweest. Nog. Ja. Ja. Want wat voor werk doe je? Ik werk in Hotel Skilde. Ja. Ja. Dus, en daar is het gewoon wel gewoon druk gebleven? Of hadden jullie het daar wel stiller? Of hoe was dat? Wij zijn wel even dicht geweest. En vanaf 11 mei zijn we weer open. Ja. En we hebben, flink gewerkt daar, zeg maar. Hè? En voor 11 mei hebben jullie daar ook gewoon allemaal dingen opgeknapt ja, of zo? We hebben alles opgeknapt, gepoetst en... geschuurd en geschilderd en Dus je hebt je niet verveeld? Nee, wij hebben ons niet verveeld. Nee. Nee. Hey. Nou, kom maar even eentje naar buiten dan. Ja, maar wij gaan wel 1,5 meter, nee, hè? Zeker. Ja, is dit 1,5 meter? Ja, zoiets toch? Ja? Ja? Is het voldoende? Ja. Ja? Ik kom eens langs om eens te kijken hoe jullie het hebben in tijden van corona. Ja. Nou, erg rustig hier. Ja? Ja, het is hier zo stil. We hebben de verhuur helemaal stilgelegd tot Oeral. Ja. Maar nu komen er met Pinkster toch mensen. Het zijn vaste gasten. Ja. En die komen met z'n 2 of z'n 3, weet je wel. Dat, familie. Dat familie onder elkaar. Dus dat moet kunnen. Maar wij proberen het contact natuurlijk met die mensen wel te vermijden. Ja. Maar die mensen kwamen hier altijd met de berenloop. En nu willen ze het ook eens op een andere manier het eiland bewonderen. Ja. Dus dat is wel leuk. Ja. Ben je hier gewoon thuis, zeg maar? Was het daar erg anders? Ja, het was wel erg anders. Want je hebt natuurlijk... we hebben dan een tweeling van 20 jaar. En die heb je gewoon dan elke dag... zeg maar... om je poten, zeg maar. Dus dat is wel even... dat je denkt van... ja, dan moet je wel even omschakelen. Ja. Ik kom zo eens vragen bij de mensen... hoe ze het hebben in tijden van corona... Nou zijn de maatregelen al een beetje versoepeld, maar hoe heb je het zo gehad? Ja, heerlijk. Ruimte om de deur, dus we kunnen gewoon buiten zijn. We hebben mooi weer gehad natuurlijk de afgelopen weken. Ja. En gewoon druk. Druk zelfs? Ja, waarmee? Nou ja, kleine verbouwinkjes, klusjes. Ik kom niet eens aan de tuin toe. Nee. Ik moet nog gras maken. Dus eigenlijk moest de corona nog even een tijdje langer duren. Nou ja... Ik heb niet stil over zitten in ieder geval. Nee. Nou, we gaan de regels alweer een beetje versoepelen. Hoe is dat voor jullie? Nou, wij moeten nog wel heel voorzichtig zijn, hoor. Ik vind, je moet wel oppassen, hoor. Ja. We zijn allebei toch over de 70. Ja. En daar moet je toch mee oppassen. Onze kleinkinderen die willen niks liever dan komen logeren natuurlijk. Ja. Want die zitten allebei aan de wal, hè. En, maar dat houden we toch nog een beetje af. Nou zijn de maatregelen alweer een beetje versoepeld. Mm-hmm. Ja. Dat, hoe is dat? Ja, dat merk je wel. Want vooral in het hotel. Hè, dus we hebben alweer mooi wat gasten daar. En iedereen blijft natuurlijk s'avonds eten. Dus we hebben het erg druk. Ja. We hebben het echt druk. Ja. Er is wel geen ellende hier in de buurt. Maar je weet het niet, hè? Nee. Ze kunnen van alles meenemen. Blijft een beetje spannend. Ja. En de tweeling? Ook alweer een beetje iets aan het ondernemen? Een van van mijn jongens is dus ook kok. En die gaat vandaag weer terug. Dus die werkt in het Habermansje in Harlingen. Ja. Dus die gaat zo met de boot. Nou, en de andere, die werkt dan zomers bij de stoep. En daar zijn we naar wachten wat er gaat gebeuren. Ja. Ja. Dus ze lopen niet meer om de poten. Nou, dan niet, nee. Nee. Nu nog een beetje. Nog een beetje. Eentje blijft natuurlijk, maar de andere gaat weg. Ja. Ja, maar wel lekker. Ja. Ja, wat tijd. Nou, mooi. Ja. Het begint dan allemaal al een beetje te versoepelen.
Maar hoe is het geweest zo? Ja, het is op zich is het prima geweest. Weet je, het is ook een beetje ver van mijn bed eigenlijk, omdat het eigenlijk in de rest van Nederland voornamelijk was. Mm-hmm. En hier eigenlijk niet. En ik moet zeggen, van ik werk zelf in de zorg, maar in die hele route van mij heb ik eigenlijk al die maanden niemand gehad die hoesten of koorts had of andere verschijnselen had. Dus ik kon gewoon aan het werk. Mijn man kon ook gewoon aan het werk. Dus wat dat betreft ging ons leven gewoon door. Ja, en ben je alweer een beetje aan het werk? Ja, dat gaat gewoon door. Ja. Al die tijd ook gewoon aan het werk gebleven? Ja, de boten van Doekse varen gewoon door, dus ook ik heb gewoon aan het werk geweest. Ja. Het lijkt allemaal weer een beetje meer naar het gewone... Nou ja, het is natuurlijk altijd een beetje anders, maar het lijkt weer een beetje... Hier zie je het wel hoor, je ziet hier nou meer gasten komen. Ja. Maar zelf fiets ik ook en ik vind het nog heel rustig. Ja. Hè, er komen 300 mensen van de boot. En ik hoorde dat er nog 3 nieuwe boten van vroeger bij komen. Ja, nieuwe oude boten. Nieuwe oude boten. Hij is nu aan het proefvaren, hè, de Willem Barnes. Ja, dat is nu onderweg. Ja, grappig. Ja. Maar de mensen die echt willen boeken, die vallen echt buiten de boten op het ogenblik. Wat gaan jullie doen als het nou echt helemaal weer gewoon wordt, zeg maar? Oh, we gaan gewoon door, zoals we altijd deden. Oké. Okay. Misschien is het naar de val, want daar ben ik ook al maanden niet geweest. Dus, ja. Je probeert hier wel je boodschappen te doen, maar soms dan lukt dat niet. En dan moet dat weer via internet. En, zoeken en snorren. En, ja. Maar ja, goed. Alle projecten zijn bijna af. En de verbouwing is bijna klaar. Alles is geverfd. Alles is weer fris. En wij kunnen er weer tegenaan. Weer in een mooie nieuwe start alweer. Ja. Nou, mooi. Dankjewel. Ja, wij gaan even verder kijken hoe andere mensen het hebben. Ja. Nou doe dat. Oké. Okay. Doeg. Het is buurman belt aan. Oké, wat gezellig. Nou, goed zo. Nou ja, ik kom zoals altijd even vragen hoe het is in tijden van corona. Nou, op zich gaat het nu gelukkig heel goed, omdat het denk ik gelukkig niet op het eiland veel voorkomt. Ja. En we worden er wat rustiger in, maar de eerste 3 weken ben ik echt wel binnen gebleven. Ja, hè? Ja. Hoe was dat? Ja, op zich ook wel best wel druk door alle videobellen. Ja, oh ja, je hebt wel veel beeldbellen gedaan. Ja, dus veel contact, toch wel. Ja. Dus eigenlijk is er voor jou niet heel veel veranderd geweest? Wat? Kinderen waren het, of mijn oudste dochter, die was natuurlijk thuis. Ja. Ja, dat vergt wel even aandacht met de thuisstudie. Ja. Maar dat was eigenlijk een van de weinige dingen. En nu, want de regels worden allemaal beginnen wat soepeler te worden. Ben ik heel blij om en ik ben er ook niet zo bang voor. Ik denk als iedereen goed zijn best blijft doen en doen zoals we moeten doen, dan dat het wel goed komt, ook met onze gasten. Ja. Voor mij mag iedereen wel komen. Nou, dan wens ik jullie ook dat het verder allemaal snel weer redelijk normaal is. Ja, nou ja, het is voor mijn gevoel. Hè, je moet natuurlijk, zo ook in het restaurant, je werkt heel anders. Hè, je moet je aanpassen en het is wat meer werk allemaal. Maar ik heb het idee dat ik er alweer helemaal middenin zit in de drukte, zeg maar. Ja, nou fijn. Ja. Dus vandaar. Dan gaan we eerst verder kijken bij wat andere mensen tijdens corona gedaan hebben. Ja, oké, okay, tot de volgende. Succes ermee. Dag. Oké, doeg. Ja. Nou, mooi. Oké. Dan hopen we maar dat het snel weer echt gewoon normaal wordt. Dat bedoel ik, voor iedereen zeker weten. Ja. Oké, nou dankjewel. Nou, heel verrassend dit. Ja, oké, dankjewel. Tot de volgende keer. Hoi. Dag. Ja? Doei. Tot ziens. Doeg, hè. Doeg. Dan nog flink op slag, hoor. Ja, hoor. Dit was de laatste bel. Ik wens u een prettig verblijf op Terschelling en voor de eilanders wel thuis. Krijgt u nog het weer? Komende week zit de temperatuur bijna de gehele week boven de 20 graden. Vanaf donderdag neemt de kans op een bui toe en zakt de temperatuur. Dit was het dan weer voor deze week. Heeft u zelf nieuws van het Terschelling TV-journaal? Mail ons dan op info@terschelling.tv. Wilt u helemaal op de hoogte blijven van wat er op Terschelling gebeurt? Neem dan een abonnement op Weekblad de Terschellinger. Het volgende Terschelling TV-journaal is volgende week zaterdag, dan met Gerrit Jan Moes. Ik wens u een heel mooi Pinksterweekend.